Welkom op het prachtige Fort Rijnouwe, vlakbij Utrecht. Vanaf volgende week spelen we hier de nieuwe opera Kersentuin, gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Anton Tsjechov en op muziek gezet door Niek Idelenburg, die vooral geïnspireerd werd door de muziek van Tchaikovsky. Vanavond gaan we een avondrepetitie hebben, dus een real-time repetitie. Dan gaan we ook kijken hoe het licht allemaal goed werkt. We hebben tot nu toe alleen maar overdag gewerkt in de volle zon, dan kun je niet goed oordelen hoe de lichtsituatie is. Vanavond gaan we dat even uitproberen. Alles is klaar. Boven in de duiventil wordt nog even gerepeteerd door de muzikanten. De marimba door Chris Saris en Jurgen Beurhoff op gitaar en Robin Griggs op de bas. En dan hebben we nog het Jong Nederlands Blazers Ensemble, wat heel feestelijke muziek gaat brengen vanavond, wat jullie waarschijnlijk ook in de achtergrond nu een beetje horen. We hebben een heel stelsel van looppaden hier verzonnen waar iedereen op mag lopen. Op het gras mogen alleen maar de eigenaren van het landgoed komen, want het stuk gaat vooral over het loslaten van het oude en het omarmen van het nieuwe. En dat lukt de ene beter dan de andere. We hebben aan deze kant de tribune met 500 plekken. Dus als u nu denkt, ik heb er ontzettend zin in zo'n mooie avond op Fort Rijnouwe, dan gaat u naar hollandopera.nl. En gaat u daar een van de laatste kaarten nog kopen.